In deze video bespreek ik de tekst van Ab Urbe Condita van Livius, tweede boek, hoofdstuk 10. Je vindt de Latijnse tekst op bladzijde 89 van Parnassus. En de beginsituatie is dat de laatste Romeinse koning, Tarquinius, met de bijnaam Superbus, de trotse, de Romeinen hadden die uit de stad gegooid. En deze Tarquinius was een Etrusk, die zocht zijn toevlucht tot de koning van een andere Etruskische stad, namelijk Clusium. Die koning heette Porsenna en Tarquinius weet Porsenna ervan te overtuigen dat het een goed idee is om Rome te belegeren. Die vijanden die in de eerste regel staan, die hostes, dat zijn dus de Etrusken die op dit moment Rome belegeren. Cum hostes ad essent, toen die vijanden er waren, aanwezig waren. Wat doen die Romeinen toen? Het onderwerp daar, dat zijn de Romeinen, dat is niet vermeld. Demigrant prosequisque in urbem ex agris. Trekken ze ieder voor zichzelf weg vanuit hun akkers de stad in. Dus alle Romeinen die buiten Rome wonen, die zoeken hun toevlucht in de stad binnen de stadsmuren. Dat is een stuk veiliger, dat staat in de volgende zin. Ze beschermen de urbem ipsam, de stad zelf, praesidiis, met garnizoenen. Dat zijn gewoon afdelingen soldaten. En dan heb je in de volgende zin alia, alia. Sommige delen van die stad en andere delen van die stad. Sommige delen van die stad, die videbantur tuta. Wideri betekent meestal niet gezien worden, maar schijnen. Dus sommige delen van die stad, die schenen tuta, veilig, door muren. En andere delen door de Tiber. En objectus betekent, is een PPP, betekent iets als in de weg gelegd. Dus die Tiber die in de weg ligt. Stel je voor, al die mensen zitten dus binnen de Romeinse muren. En waar geen muren zijn, daar ligt de Tiber. Zij schenen dus veilig, maar die schijn, dat is echt schijn. Hier staat daarna syndeton op de plaats van die komma. Want het scheen wel veilig, maar een pons sublicius, iter paene hostibus dedit. Een brug op houten palen, die gaf bijna een weg, iter, toegang aan de vijanden. Dat zijn de Etrusken dus weer niet. Als er niet unus vir fuisset, als er niet unus vir fuisset één man geweest zou zijn, Horatius Cocles. Dus de Rome scheen veilig, waar de Tiber niet stroomde waren muren, maar over die Tiber lag één brug op houten palen en die brug was de Romeinen bijna fataal geworden, staat hier. Als het niet was voor die ene man, Horatius Cocles, waar dit beroemde verhaal over gaat. Je weet inmiddels dat Livius dit soort verhalen vertelt als voorbeeld voor zijn lezers eeuwen later, in de tijd van Augustus, pak een beetje 100 jaar nul. Waren er nog maar mannen, zegt Livius bijna, zoals deze Horatius Cocles. It monumentum elodie fortuna urbis Romanae habuit. Letterlijk het lot van de stad Rome, daar staat het onderwerp, dat had Elodie op die dag it monumentum, dit bolwerk. Het monumentum, dat is een bescherming. Hè. Normaal wordt dat gebruikt voor torens, bijvoorbeeld in muren. Hier wordt het gebruikt als een metafoor voor deze meneer Horatius Cocles. Dus het geluk of het lot van de Romeinse stad, van de stad Rome, had op die dag dit bolwerk. Dus hem als bolwerk, als je de metafoor wil uitleggen. Qui. En die man, dat is dus die qui, is die Horatius Cocles. Positus forte in statione pontis. Nu krijg je een hele serie bijzinnen eerst. Die hoofdzin begint, die staat ergens helemaal achteraan pas. Dus eerst wordt die Horatius Cocles nu in een hele serie van Latijnse termen voorgesteld. Het gaat dus over qui, hem. Positus forte, geplaatst,
toevallig forte in Statione Pontis, in de wachtpost van de brug. Dus die Horatius Cocles, die had toevallig de opdracht om die ene brug, die daar genoemd werd, om die te bewaken. Positius forte in Statione Pontis, cum. En die Horatius Cocles, die gaat nu een aantal dingen constateren. Even kijken waar dat constateren ook weer staat. Daar. Dus toen die Horatius Cocles videset had gezien dat de Janiculus, of de Janiculum, allebei de vormen komen voor. De Janiculus, of de Janiculum, dat is een heuvel die aan de overkant van de Tiber ligt. Jullie zijn in Rome geweest, dan heb je gezien, of heb je onthouden, of ook niet, dat de Palatijn en het Capitool twee heuvels zijn die echt in het centrum van Rome liggen. En de Janiculus, die ligt zeg maar naast het Vaticaan aan de overkant van de Tiber. Terug naar de tekst. Die Horatius Cocles, cum videsset, toen hij had gezien, en dan komt er een ACI, dat die Janiculus, captum esse, dat die ingenomen was, repentino impetu, door een aanval, en die aanval was plotseling. Toen die gezien had dat die Janiculum was ingenomen door een plotselinge aanval, en hij had nog een ding gezien, en in de citatos de curere hostes, en dat hostes, dat zijn we die Etrusken, dat de vijanden naar beneden renden van daaraf, dus van die heuvel, van die Janiculum. Citatos, dat deden ze opgehitst letterlijk, of gehaast, en dat vandaar vijanden gehaast naar beneden renden. En toen die gezien had, het gaat gewoon door, ook dit stukje is nog afhankelijk van dat videsset, toen die gezien had dat de menigte suorum, van de zijnen letterlijk, ik heb het vertaald met van zijn mannen, dat zijn dus de Romeinen, die suorum, Horatius Cocles is ook een Romein, en dat de menigte van de zijnen relinquere, dat die aan het verlaten waren. En het leidend voorwerp staat daar, arma ordinesque, dat de menigte van zijn mannen, dat die hun wapens en hun gelederen, hun opstellingen aan het verlaten waren. Dan heb ik één woord overgeslagen, namelijk trepidam, dat hoort bij turban. Toen hij gezien had dat de menigte, dat de angstige menigte van zijn soldaten aan het verlaten waren, relinqueren hun wapens en hun gelederen. We hebben nog steeds geen hoofdzinnen, het gaat maar door. Hele lange zin dit. Reprehensans, nu met een participium, nog steeds horend bij dat qui. Tegenhoudend, ieder één voor één. Singuli of singuloos in de accusativus betekent één voor één. Hen één voor één tegenhoudend. Die hen, dat zijn dus die soldaten, die Romeinen die hun posten aan het verlaten zijn, waarschijnlijk vooral op die brug, is hij één voor één singulos reprehensans aan het tegenhouden. Blokkerend op testansque en zich beroepend op de fidem, op de trouw, hominum et deum. Deum is hier hetzelfde als deorum. Um is een hele oude genitivus in plaats van deorum, dus zich beroepend op de trouw van goden en van mensen. En nu komt dan eindelijk het hoofdwerkwoord, testabatur, verzekerde hij hen. Dus die Horatius Cocles, die gaat nu inpraten op die Romeinse soldaten die die brug of hun posten in het algemeen aan het verlaten zijn. Die verzekerde hij dat zij, dat ze eos fugere, dat zij aan het vluchten waren, weer een ACI. Hij verzekerde eos fugere dat zij aan het vluchten waren. Nequiquam, te vergeefs. Deserto praesidio, tenslotte een ablativus absolutus, letterlijk met hun post verlaten zijnde, heb ik vertaald met na hun post verlaten te hebben of nadat zij hun post verlaten hadden. Lange zin, even opnieuw. Dus wat staat hier? Nu ga ik wat sneller. Dus die Horatius Cocles, deze, heb ik later herhaald, dat zie je aan de rechterkant, met hij.
die was hij toevallig geplaatst op de wachtpost van de brug, toen hij drie dingen gezien had. Namelijk Janiculum Captum, dat de Janiculum was ingenomen, dat vandaar in de Hostes Decurere naar beneden aan het rennen waren, en toen hij had gezien dat zijn eigen soldaten, Turbam Suorum, dat die angstig hun wapens en hun posten aan het verlaten waren. Wat deed hij toen? Toen deed hij een aantal dingen. Hij gaat tegenhouden die soldaten één voor één. Hij gaat in de weg staan en hij gaat zich beroepen op hun trouw aan goden en mensen. Je moet toch trouw zijn aan de Romeinse goden en aan je eigen volk. En toen hij dat allemaal aan het doen was, verzekerde hij hen imperfectum, met nadruk op dat hij dat blijft doen. Hij verzekerde hen dat zij vergeefs, nequiquam staat daar, aan het vluchten waren na hun post verlaten te hebben. En dan krijg je C. Jan Plusholz, je moet je hier voorstellen, dat heb ik volgens mij ook vertaald. Ik scroll heel even een stukje naar beneden, zodat je dat kunt zien. Ik ga nu even een stukje naar beneden. Heb ik nu dat Latijn nog in beeld? Ja, kijk, daar heb ik weer iets toegevoegd. Die zin die nu komt, die hangt nog steeds af van dat testabatur, wat helemaal daar staat. Dus Livius herhaalt hier niet het hoofdwerkwoord waar die ACI van afhangt, die nu komt. Die ACI, daar staat de infinitivus. Voren is een infinitivus van het futurum van essen. Dat er zouden zijn. Dat er meer zouden zijn. Dat er meer van vijanden zou zijn. Jam hier te vertalen met spoedig. Dat er meer vijanden zouden zijn, spoedig, in Palatio Capitolioque, op die twee heuvels in het centrum van Rome, dan dat er waren op de Janiculum, op die heuvel dus, die aan de overkant van de Tiber nog ligt. Nu even terug naar die bijzin. Dus wat hij zegt, hij beweerde steeds tegen al die mannen die aan het vluchten waren, dat er spoedig meer vijanden in het centrum van de stad zouden zijn dan op de Janiculum, als reliquescent, als zij zouden hebben verlaten die brug. Die pontem, dat is die brug op houten palen die daar nog net in beeld staat. Als ze die brug verlaten zouden hebben, of als ze die in de rug zouden hebben, achter zich zouden hebben gelaten, tergum betekent letterlijk rug, als ze die brug in de rug verlaten zouden hebben, je loopt er dus van weg, en bij die brug hoort nog transitum, als zij een overgegane brug in de rug zouden hebben. Dus als ze die brug zouden overgaan en in de rug zouden hebben. We moeten ons dus kennelijk voorstellen dat die Romeinse soldaten, dat die aan de overkant van die Tiber voor die brug staan. Als ze dat zouden doen, als ze dus over die brug gaan en ze rennen daar vervolgens van weg, zegt Horatius Cocles, dat is geen goed idee, want dan heb je heel snel meer vijanden plus hostium op die twee heuvels in het centrum van de stad dan op de Janiculus, waarvan hij straks had gezien dat hij al was ingenomen. Itaque. Dus, monere praedicere. Monere moet je, dat is een zogenaamde infinitivus historicus, een vertellende infinitivus. Die komt in het Nederlands ook voor. Ik geef een voorbeeld, bedenk even een kort verhaaltje. Ik loop midden in de nacht door het centrum van, laten we een gevaarlijke stad pakken, Roermond. Ik zie daar een groepje opgeschoten jongeren staan. Die lijken in eerste instantie niks te doen, maar die beginnen me een beetje aan te kijken en komen ineens op me afrennen. En ik rennen, man. Ongelooflijk, dat rennen, ik rennen. En je zegt dan niet ik ren, maar ik rennen. Dat is een infinitivus historicus, die kent het Latijn ook. Dus, en dus, hij maar waarschuwen, hij maar aansporen, hij maar bevelen. Hen moet je aanvullen, daar staat een woord dat ik heb toegevoegd. En die onderwerp is natuurlijk die Horatius Cocles. En dan staat tussen die twee woorden staat een asyndeton weer. Je zou daar en verwachten, dat staat er niet.
Dat legt nadruk op de snelheid waarmee dit allemaal moet gebeuren. En hij maar waarschuwen, aansporen en bevelen om iets te doen. Ut interrumpant hoort bij elkaar. Om af te breken, die brug natuurlijk, om die brug af te breken. Ferro, igni, quacumque vi possin. Met ijzer, met zwaard moet je dat voor, met schoppen, hè, met gereedschap in ieder geval. Steek hem maar in brand, met vuur en met welk geweld zij maar kunnen. Dus en hij maar aansporen, bevelen om die brug af te breken met ijzeren gereedschap, zwaarden, met vuur en welk geweld ze ook maar konden. Ook hier een stijlfiguur, ferro igni quacumque vi possint, in drieën een tricolon en weer in een asyndeton. Dus weer om die snelheid te benadrukken laat Livius al die voegwoorden weg. En dan nog steeds opnieuw toegevoegd hier, hij verzekerde hem, ook dit hangt dus nog af van dat testabatur wat daar ergens stond. Dat C, weer een accusativus cum infinitivo, dat hij ex capturum esse, dat hij zou opvangen, wat zou die opvangen? De impetum hostium, de aanval van de vijanden, dat hij die aanval van de vijanden wel zou opvangen, quantum corpore uno posset obsisti. Voor zover die vijand kon worden tegengehouden, voor zover tegengehouden kon worden, staat er letterlijk, obsisti, infinitivus van het passief, voor zover tegengehouden kon worden, corpore uno met één lichaam. Daar bedoelt u natuurlijk zijn eigen lichaam mee, dus wat die Horatius Cocles gaan doen, zegt, breken jullie nou maar die brug af, ik hou in mijn eentje die vijanden wel tegen, en dan als we die brug afgebroken hebben, dan kunnen die Etrusken niet het centrum van Rome bereiken, want dan kunnen ze de Tiber niet over. Tot hier, lang stukje, ik hoop dat je het kon volgen.